Het Polytechnisch College Suriname, PTC, heeft gisteren een open dag gehouden over de verschillende studierichtingen die het college te bieden heeft. De open dag wordt jaarlijks vlak voor de opening van het nieuwe studiejaar gehouden. Het instituut dat al 20 jaren bestaat, biedt vooral technische en agrarische studies aan. Jaarlijks schrijven ruim 400 studenten zich in. Ruiz Cartoregio, Communications and Marketing Officer, vertelt meer over de studierichtingen. De bekende technische richtingen zijn bijvoorbeeld ICT, werktuigbouwkunde, infrastructuur, elektro. En dan hebben we bij de agrarische agronomie, international agribusiness, food processing technology en hoger lab. Dit zijn zo een beetje de richtingen die we hebben. Hoe zit het met de bezettingen van de studenten op de verschillende studierichtingen? Ze zijn best wel in balans, om het zo te zeggen. Maar je hebt altijd een paar opleidingen die echt uitsteken. Bijvoorbeeld ICT is zeer populair, elektrowerktuigbouwkunde. Maar voor de rest zijn allemaal een beetje in balans. Maar als ik ook moet kijken naar een beetje gendergelijkheid, dan zien we best wel door de jaren heen dat er nu meer vrouwen zich inschrijven voor de technische opleidingen. Dus dat is heel, heel interessant. Het instituut, dat begon met 2 bacheloropleidingen, heeft na 20 jaar 11 bachelor- en 2 mastersopleidingen. Daarnaast worden er ook korte cursussen aangeboden voor degenen die niet 4 jaar lang een opleiding kunnen volgen. De opleidingen zijn vooral gericht op de Surinaamse markt, zegt Cartoregio. Wat zo belangrijk is, is ook dat bijvoorbeeld 1 van die bacheloropleidingen in samenwerking is met het ministerie van Openbare Werken. Dat is een hydrology en metrology. Omdat we echt die mensen met die deskundigheid een beetje missen in Suriname. Dus we gaan het een beetje een boost geven. Ja, dat is zo een beetje. Dat is zo een beetje de groei. En we zijn blij dat onze studenten ook heel kritisch zijn. Dat ze echt breedvoerig georiënteerd zijn en ze kunnen overal terecht met een PTC-diploma. Ik merk hier heel wat jong kader. Behoren zij tot de top van PTC? Een deel tot de top, een deel middenkader. Op den duur moet je ook een beetje gaan verjongen als organisatie, maar het is nog een beetje in balans. Die mix moet je hebben, want als er jong kader wordt aangetrokken, moet je ook even kijken van hey, wat hebben die ouderen gedaan? Wat kan ik met mijn verse kennis doen, mijn creativiteit, mijn innovativiteit, om het toch aan te sluiten op de manier van werken hier op het PTC. En het lukt aardig. Hier en daar ga je wat ups en downs hebben, maar dat zijn allemaal leermomenten. We zeggen ook altijd succes door continu verbetering. Onze slogan is ook we learn, we do, we lead. Op den duur ga je dan leren wat je doet. Maak je fouten, je gaat eruit leren en dan op den duur ga je leiden. Ruiz Cartoregio, Communications and Marketing Officer van het Polytechnisch College. Het instituut heeft gisteren een open dag gehouden over de diverse opleidingen die zij te bieden heeft.